Nou, als je dus een goede woningstichting bent, waar dan ook. Zo, kijk mensen, ik sta dan niet helemaal recht geparkeerd, maar dat hoeft ook niet. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 19 september 2019. Het is 9:50. En zoals je ziet ben ik buiten met de hondjes. En ik voel me totaal niet lekker. Maar mag de pret niet drukken. We gaan gewoon naar het werk. Want ze hebben me nodig. Want er zijn heel veel mensen die ziek zijn. Nee, ik ben ook zelf niet in orde. Maar ik ga wel. Zo ben ik dan ook alweer. Dus, maar ik wens jullie heel veel kijkplezier gewenst. Weet je mensen, wat leuk is? Die man die daar nu ergens loopt in zijn pakkie daar. Die werkt hier dus voor de woningbouw. Dat is leuk. Met zijn mensen om dus de balkons te gaan verven. Alleen verven kunnen ze niet. Scheelt weer. Maar daar heb ik dus zien van de zomer heel veel problemen mee gehad met hem. Want omdat van de zomer, de zon die zit bij mij precies op en op het zuiden. En dan wordt het gewoon mijn woonkamer gewoon van 40 graden. En dan met honden, ja, ik wil gewoon mijn zonnescherm. Nou, daar heb ik een hele ruzie eigenlijk met hem om gehad. Want hij heeft geen hart voor dieren. Totaal niet. Ja, dan kan je het van mij gewoon krijgen. En hij heeft dus ook gezegd tegen mijn buurvrouwtje van joh, weet je, ik zal eens een keer een bom op je hond plaatsen. Ja, sorry, maar dan heb je een probleem met mij. Dus ja. En nu zeg ik continu hoi, maar hij zegt dus niks tegen mij terug. En dat is het leukste. Ik blijf vriendelijk en aardig hoor, maar hij niet tegen mij. Wie doet nou laag? Ik niet. Hij. Toch? Of vinden jullie van mij? Vertel. Nou, als je dus een goede woningstichting bent, waar dan ook, ga deze bedrijf dus niet inhuren. Totally not. Nee. Dus dit bedrijf niet inhuren. Die zijn zo grof als ik weet niet wat. Dan zouden met niemand rekening. .nl. Dat is even gezegd. Nee. Ik heb de lijsten gedaan. Me lekker voelen voel ik me niet. Maar ja, ik ga toch zo meteen. Sorry mensen. Maar ik moet het klaarmaken voor school. En mijn maag is echt in opstand. Want die heeft zoiets van ik wil overgeven. Maar omdat ik dus een maagverkleining heb, heb ik die kracht gewoon niet. Om over te geven. Dus ja, en dat put je ook gewoon uit. Maar ja. Wat else, het maakt niet uit. We gaan gewoon door. Mocht ik het niet redden, dan ga ik gewoon lekker eerder naar huis. Direct naar de overblijven. Yo, sorry. Ik zal het ook zo meteen zeggen. Yo, ik voel me echt totaal. Sorry. Gewoon niet lekker. Ik ben er wel, maar ik ben er ook niet. Nee. Dus even afwachten. Dus ik ga nog zo eventjes naar de wc. Broodje maken, drinken mee en dan ga ik zo meteen richting school. Ja, ik heb traanogen. Ja, maar dat maakt niet uit, toch? Nee, dat maakt helemaal niet uit. Nee. Dus, nee. En jullie weten, ik kan en mag gewoon niet op school vloggen. Dus dan doe ik dat ook niet. Er zijn ook een hoop mensen die er ook niet op willen, maar het is ook het beleid van school. Dus dan hou ik me er ook aan. Dus ik ga eventjes een broodje maken. Ik ga even de klappers in de tas doen. Ik ga nog even naar de wc en dan ga ik zo naar school. Het is 10:55 op dit moment. Dus dan hoop ik dat ik zometeen weer lekker op tijd thuis ben. Rodi kan dan ook zometeen weer lekker op tijd even lekker op bed. Ik heb ook Beauty even nog net even uitgelaten snel. Dus het komt helemaal goed.
Ja, nou, het is nu alweer bijna 6 uur, maar ik heb eventjes een tijdje op bed gelegen, omdat ik me gewoon echt, gewoon niet lekker voel. Maar ja, maakt niet uit. Rodi komt er ook zo weer aan. En vanavond ga ik dus met mijn broer comfort rijden. Ter nagedachtenis van Tom. Ja, mama komt er ook zo aan. En ik ga dus eerst even naar de wc hier achter mij. En dan ga ik eventjes met de hondjes lopen. En dan denk ik in dat ik Ro ook wel tegenkom. Jammer, hè? Ja! Yeah. Dus, schat. I love you. Mag ik ook even schreeuwen naar jou? Ja, schreeuw maar. Ah! Nee, jammer. Kom maar. Jimmy! Halt! Halt! Dat gaat toch niet? Dit gaat niet. Nee. Goed zo. Kom maar. Goed zo. Doe maar. Kom. Go. Goed zo. Kom. Goed zo. Keurig. Kom maar, meisje. Ja. Hi. Nou, we zijn dus aan het rijden. Iedereen is in het zwart. Mijn broer is ook aan het streamen. Wat je wel kan zien. Zometeen bij de snel. This is insane. En Rodi ligt op de bank. Daarvoor kan zien Beauty, Lovely, Speedy en Lady. Ja. En daar ligt Raki trouwens. Ja. En zo ben je dus nog even bezig. Ik dus. Ik ben nog steeds aan het draaien in de comfort van Tom. Ja, volgens mij is Jan weer terug bij de wc. Dus ik ga weer rijden. Je hoort het. Dus komt ook wel weer goed. Hoop ik toch. Dus ik moet weer mijn kop erbij hebben. Ik heb mijn halve Patrick. Die is wc tanden poetsen. Anders. Ja. Hi, hi. Zo, kijk mensen. Ik sta dan niet helemaal recht geparkeerd. Maar dat hoeft ook niet. Ja, ik kan me iets naar horen. Iets verder nog. Millimeter. Dan gaan we zo meteen allemaal op het toetsenbord. Er komt toch een mooi geluid af. Kijk, mijn broer die heeft het nog mooier. Iedereen misschien een motor hebben gecharged? Ja, goed zo. Super man. Niet in de motor uit. Zo, kijk. En mijn broer heeft het nog mooi. Ik zal het eventjes op een groot scherm pleuren. Mijn broer. Leuk. Want dit is ook even een kippenvel momentje. Mensen, ja, maar die nooit mag. Persoonlijk. Dat we gaan lachen. En ik heb hem hier ook. Op mijn eigen scherm. En ik doe die weg. Au. Ik... Het was nu van die gekke achterkeu. Als ik dan zo doe, kijk. Er is een moment waar ja, niemand eigenlijk naar uitkijkt, maar wat bij het leven behoort. Voor degene die vanavond hebben zitten kijken, wil ik sowieso al bedanken voor om zoiets daar zoiets te kom je er heel kijken, even bij. Want, ja. Dit is volgens mij een ultiem iets binnen de gamewereld dat je op zo'n manier afscheid gaat nemen van iemand waar je heel erg bevriend mee bent. En zoals het behoort binnen de vrachtwagenwereld wil ik dat ook vanavond op een waardige manier doen. Ik heb aan iedereen gevraagd of ze hun bovenkant willen gaan toetsen erop willen zetten, want dat is iets waar Tom heel erg veel van hield, van des te meer toeters, des te beter het was. Ze zien, ja, ik zit een beetje wat met Niek, en die hoort, of Niek hoort natuurlijk niet wat ik allemaal vertel. Niek, ik doe het even zo, want op zo'n manier hoor je mensen gaan eigenlijk beter dan alleen op de video. Zoals ik net zei in de stream, dan wil ik ook jou bedanken voor het meerijden, dat je er ook bij was in het zwart. Ik heb aan iedereen gevraagd of ze een toetje of toetjes erbovenop wilden zetten.
Dus ik wil bij, ik ga aftellen naar vanaf 3 naar 1. En dan wil ik proberen tegelijkertijd te gaan fractioneren als de saluutgroet van om afscheid te nemen richting Tom. En dat gaat volgens mij als volgt dat we dan 2 keer een korte fractioon hebben en 3 keer een langere fractioon. Is dat haalbaar voor iedereen? Ik heb alleen de zin. Ja, het begint er maar aan. Ja, maakt niet uit wat je hebt. Hoe lang? Gewoon 2 keer een korte en 3 keer of dan 1 keer een lange. Zoals dat goed wordt. We moeten even zelf inschatten voor iedereen. Dus. Ik ga aftellen met een kans! 3, 2, 1. Oké, dank je. Voor, ik ga mijn stream afsluiten. En dat doe ik ook als gevolg. Als ik het goed heb begrepen vanavond of vanmiddag van Jeffrey, gaat hij een speciale nummer van Jeffrey, help mij even. Volgens mij Armin van Buren. Ja, klopt. Inderdaad, het nummer van Armin van Buren. Ook inderdaad klaarstaan. Nogmaals, ik wil iedereen bedanken voor het kijken en het klinkt misschien een beetje stom, morgen ben ik er weer, of zijn wij er weer, in ieder geval met ATS. Dus voor degenen die morgen willen kijken, tot morgen en hoi hoi. En nogmaals, bedankt voor het kijken en gecondoleerd mensen voor wie zich aangesproken hierin voelt. Geweldig gedaan, Harit. Mag ik een van de eindfoto's gebruiken voor op Facebook of liever niet? Komt, gaat ze allemaal goed, Patrick. Ik ga zo even het geluid aanzetten als ik erbij kom. Ja. Ik kan dat niet zo heel lang voor de copyright. Ik wens jullie allemaal een goede nacht. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Hetzelfde, wat rusten. Ja, ik ben gisteren helemaal vergeten me af te sluiten, mensen. Dus dan doe ik dat nu nog even. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe dan vooral de blauw duimpje omhoog. Reageer even hieronder. Dat zou ik onwijs leuk vinden. Met een leuke reactie, haatreactie hoor, Els. Want je bent toch op mijn kanaal terecht gekomen. Dus waarom zou je dan niet gelijk even abonneren? Hé, dat is ook een goede, toch? En ja, like, deel en ja. Hè? Dus was het altijd toch 4? Ja, ik weet het even niet. Ik ben net wakker. Hey. Dankjewel en tot morgen. Doei.